Vlaams minister-president Geert Bourgeois blijft op ramkoers met het Limburgse provinciebestuur. De Vlaamse regering houdt vrijdag een ministerraad op de Corda Campus in Hasselt en laat het provinciehuis links liggen. En dat is in het provinciehuis in het verkeerde keelgat geschoten. Daar wordt het als een vernedering ervaren. De vorige Vlaamse regering met Chris Peeters vergaderde in het kader van het strategisch actieplan Limburg wel regelmatig in het provinciehuis. De Corda Campus in Hasselt, de oude Philipszite, is tegenwoordig het kloppend hart van de nieuwe Limburgse economie van de toekomst. Naar hier komt de voltallige Vlaamse regering vrijdag afzakken voor een eenmalige Limburg-top. En dat terwijl het provinciehuis aan de Universiteitslaan in Hasselt toch het symbool van Limburg is. De huidige minister-president, meneer Bourgeois, is zichtbaar en duidelijk tegenstander van het verder bestaan van de provincies in Vlaanderen. En ja, als je met een voltallige Vlaamse regering afzakt naar Limburg en je weigert dan die vergadering te laten doorgaan in het provinciehuis, ja, dan kan dat toch tellen als signaal. De beslissing om over de toekomst van Limburg te vergaderen op de Corda Campus is hard aangekomen in het provinciehuis. Ja, wij begrijpen dit niet. Deze beslissing staat in schril contrast tot de gewoontes van de vorige Vlaamse regering. En dit beschouwen wij ook, deze houding van Bourgeois beschouwen wij dan ook als een kaakslag ten opzichte van dit goed functionerend provinciebestuur. En ik kan u tegelijkertijd ook meegeven dat onze medewerkers, onze ambtenaren, dat signaal niet echt appreciëren. Toegegeven, Chris Peeters had respect voor Limburg. Dit getuigt niet van veel respect. In een korte reactie zegt Vlaams minister-president Bourgeois dat zijn regering gebruik maakt van de gastvrijheid van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM om in de Corda Campus te vergaderen. Het is de geschikte locatie om te praten over jobs, innovatie en groei. Op intentieprocessen gaat de Vlaamse regering niet in, zo laat Bourgeois ons weten.